wil dolgraag de planeet redden, echt waar. Maar ik ga daarvoor niet in mijn, zeg, mijn leven wagen in het OV. De eerste klas was helemaal vol. Helemaal vol. Mannen lagen in de bagage net. Het was verschrikkelijk gewoon. Afgeladen vol. Ja, maar die mensen mogen daar toch niet komen? Die hebben toch een tweede klas kaartje? Ja, dat wordt nog gehandhaafd. Hè? Weet je, hoe vaak ik niet in de eerste klas heb gezeten. Als ik wat later terugkwam van een lezing en dat de hele eerste klas vol zat met schreeuwende jongeren. Hè? Dat je ook geen conducteur te zien kreeg. Die keek wel link uit om met die jongeren in de slag te gaan. Dan ga je uit wanlopen ergens anders zitten. Jij zei niet van jongens wegwezen. Jullie hebben hier geen recht op om hier te zitten. Ik heb helemaal zin om op mijn bek geslagen te worden. Ik heb helemaal geen vertrouwen in dat type van jongeren. 0,0 kan ik je verzekeren. Nee. Zeker als ze groepsgewijs opereren, dan is dat gewoon de bavianenhorde. Het Verlossum, kunt u mij horen? Even kijken. Als autoliefhebber ging ik gekluisterd aan de afleveringen waarbij spraakmakende auto's werden besproken. De kever, de trabant, de eend. Het kwam allemaal voorbij. De mini. Ik zat me al te verkneukelen op de aller elegantste auto, zegt Betty Bosma. En dat is de Citroën DS. Wil je nog een toegift doen voor deze godin onder de auto's? Het is nu 10:02. Nou, laten we die DS dan maar even doen. Want die verdient natuurlijk wel een bijzondere vermelding. En dan moeten we toch beginnen in de jaren 30 weer. Toen Citroën een revolutionaire auto lanceerde, de Traction Avant. Moeten mensen maar even opzoeken hoe die eruit ziet. Dat is die bekende, ja, in alle films met Jean Gabin zie je alleen maar bankrovers die met zo'n ding ontsnappen, met een Traction Avant. Maar goed, de Traction die verouderde natuurlijk, onvermijdelijkerwijs. Dus in het begin van de jaren 50 dacht Citroën, we moeten een nieuwe, grote, comfortabele auto bouwen. En hoe gaan we dat doen? Dat was dezelfde ingenieur, gaf leiding aan het project als die ook die de Traction Avant had gebouwd. En die ook de Eend had gebouwd, Lefebvre heette die man. Is niet zo oud geworden, hij is vroeger jaren 60 al overleden. En die zijn dus aan het werk gegaan om een totaal nieuw soort auto te bouwen. Want ze hadden echt wel radicale uitgangspunten. Want die hadden ze ook al bij de Traction gehad en ook al bij de Deux Chevaux. Het waren lui die echt probeerden origineel na te denken over auto's. Je kunt allerlei dingen met auto's doen. Zij probeerden origineel na te denken. En hun idee was om het hele ding te laten bepalen door een hydraulisch systeem. Want dat hydraulische systeem, dat zou de vering kunnen regelen. En dat zijn die bekende vier bollen, hebben we daar aan te danken. He, die vier bollen, dat is geloof ik, die zijn gevuld met stikstof, gas en vloeistof. En die kunnen, laten we zeggen, vier bewegingen heel goed opvangen. Kun je ook precies zo kalibreren dat het zo is. Overigens viel het aanvankelijk niet mee om die dingen zo te maken dat ze ook niet lekten of andere problemen veroorzaakten. En iedereen die ooit in een DS of de CX of de XM of de C6 heeft gereden, die weet dat die vier bollen verrekt goed werken. Niet altijd, ook niet over hele korte oneffenheden, maar daar sowieso is dat een probleem voor alle veringen in feite. Maar goed, dat zijn de vier bollen. Die zijn hydraulisch aangestuurd. Dat we zeggen, er zit een pomp in en die zorgt dat de druk op die vloeistof staat in dat hydraulische systeem. Toen zijn we dat hydraulische systeem bedacht hadden als vier mogelijkheid. Toen hebben ze gedacht, dan doen we ook de besturing. En de remmen die doen we via hetzelfde hydraulische systeem. Dus die stuurbekrachtiging, die is ook heel typisch in alle grote Citroëns, dat die heel sterk zelfcentrerend is. Daar moet je er ook aan wennen, maar als je het eenmaal onder de knie hebt, dan rijdt het eigenlijk lekker. En in de DS zat niet een gewoon rempedaal, maar een knopje. Zo'n knopje ongeveer. Ja, dat is mijn probleem van de podcast, dat je niet kunt laten zien. Hoe groot knikkergrootte ongeveer. Ja, een knop, precies. En dat moest je ook leren doseren, want als je daar flink op ging staan, dan kwam je met... Dat moest je wel met je voet doen. Ja, dat moest je wel met je voet doen, dat wel, ja. Nou, dat is eigenlijk de grote vernieuwing van de DS, zat hem daarin. In een superieure vering, die ook gecombineerd werd met een superieure weglegging voor toen, hè, want het gaat even om, die ding is gelanceerd op de autotentoonstelling.
In Parijs in 1955, daar staat de eerste DS. Ik zie nog, ik geloof volgens mij het eerste nummer van het tijdschrift Autovisie, wat toen nog Autowereld heette, wat iedereen gratis in de bus kreeg, daar stond hij voor op. Nou, ik was als jongetje, ik was 12, ik was een soort ruimteschip, het was iets uitzonderlijks. Het is ook op enorme schaal al meteen besteld door grage klanten. Die hebben daar ook wel misschien een klein beetje spijt van gekregen. Want zoals zo vaak, we hebben het bij de Mini hebben we het ook al gezien, waren de eerste duizenden kopers, waar ik ook proefrijders, er mankeerde van alles aan. En het was lastig om dat hydraulische systeem lekvrij te krijgen. En de mensen moesten echt wennen aan de manier waarop die auto reed. En nou, er was van alles en nog wat aan de hand. Een gemiste kans was, ik heb het allemaal nog even over wat er binnenin zat, straks komen we aan het uiterlijk. Een gemiste kans was eigenlijk voorzien was een fraaie, moderne boxer zescilinder. Een mooie, moderne motor. Maar ja, daar was geen geld voor. Dus ze hebben de motor die eigenlijk dateerde uit de jaren 30, hebben ze wat gemoderniseerd. In kleppenmechaniek en zo, de bovenkant is wat. Maar in feite was het zwakke punt van alle DS'en altijd de motor. Het ding reed fantastisch, heerlijk. Hij was hartstikke ruim van binnen. Maar ja, er zat gewoon een tractormotor in. Die ook een lawaaiere kant was. Dus dat was een heel zwak punt. De assemblagekwaliteit was ook zeer matig. Zoals de Franse industrie daar sowieso niet haar sterkste punt had. Om het maar heel voorzichtig te formuleren. Dus, en dan komt tenslotte het uiterlijk. Ik keer zo weer terug naar hoe het had kunnen zijn. Ook die traction avant was al een mooi ding om te zien, tenminste dat vind ik. Die was ontworpen door een man, een oorspronkelijke beeldhouwer, meneer Bertoni als ik het wel heb. En die heeft ook de carrosserie voor de DS gedaan. En eigenlijk was het idee van de DS, het oorspronkelijke idee was een fastback te maken. Dus met een schuin aflopende achterkant. En op een of andere manier hebben ze op een goed moment beslist, we zetten dat achteruitje toch iets rechter overeind. En toen zei ze, toen het klaar was getekend, toen zei hij van, er zitten geen clignoteurs op. En die hebben ze toen op die puntjes van die achterkant gezet. Dus het fantastische ontwerp, het had een hele goede CW-waarde, dat is de luchtweerstand, zou ik maar zeggen, voor die tijd. Het fantastische ontwerp is ook deels weer een hang van toevalligheden aan elkaar. Maar goed, die Bertoni heeft dit ding afgeleverd en ik zag er gisteren nog eens staan. Dat je denkt, nou ja, het is eigenlijk nog steeds dat ding. Het is nou ondertussen 55, dus 45 plus 20. Hij is nu tegen de 70 jaar oud en hij oogt nog relatief modern, toch? Ja. Gesteld nu eens, dat ding was perfect in elkaar gezet, zoals alleen Japanse werkers aan de lopende band dat kunnen. Gesteld je eens, die motor was er wel gekomen. Die fantastische zescilinder die ze op het oog hadden. En dan zou het een wereldauto zijn geworden. Maar ja, hij was slordig als een blierd. Hij had aanvankelijk allerlei kwalen. Hij had die motor die eigenlijk uit de tijd was. Daar hebben ze ook. Ze hadden hulp moeten vragen. Ja, nou ja, kijk, die hulpje hadden ze niet. Ze waren al, natuurlijk, ze bestonden niet meer zelfstandig. Citroën was in bezit van Michelin, een bandenfabrikant. Die overigens ook Citroën gebruikt heeft om zijn X-band, een fantastische uitvinding overigens, om die daar op te testen. En ze werden allemaal afgeleverd met X-banden. Dat is een iets ander principe band. Dat heeft te maken met de constructie van de zijwanden van de band. Die zijn flexibeler. Dat scheelt in allerlei opzichten. Want dat zijn natuurlijk dingen waar we het helemaal niet over gehad hebben. Dat natuurlijk bijvoorbeeld de bandentechnologie, moderne banden zijn echt van een totaal andere aard dan de banden 50, 60 jaar geleden waren. Sowieso, het hele mechaniek is veel en veel betrouwbaarder geworden. We hebben natuurlijk bijna allemaal elektronisch gereguleerde benzine-inspuiting. In plaats van een carburateur waar van alles mis aan kan gaan erop zit. Het is wel mooi om te zien. Hè? Drie van die Solex carburateurs naast elkaar. Prachtig werk. Maar voor die tijd was het dus heel modern. De Citroën was hypermodern afgezien van zijn motor. Maar als je ook binnen in zo'n ding zit, de ruimte is fantastisch.
Want wij zijn dus steeds meer in auto's naar de lichtvorm gegaan. Maar daar zit je nog vooral achterin ook. Je zit als een vorst. En je had ook door dat hydraulische systeem, je kan een van de wielen kun je optrekken. Dus je had geen krik nodig. En omdat Citroën eigenlijk op de achterwielen van al die auto's die Lefebvre heeft gemaakt, die hadden eigenlijk nauwelijks een functie. Het ging allemaal om. Het ging eigenlijk allemaal ook de basis, de achterwielbasis was smaller dan de voorwielbasis bij de DS. En dan heb je dat fameuze incident dat de auto van de Gaulle beschoten wordt. En dat de banden lek geschoten worden en dat de chauffeur gewoon vol gas geeft. En dat hij heel stabiel op de weg bleef liggen. Een indrukwekkend voorbeeld van voortreffelijke techniek. Ja. En als je natuurlijk de DS naast een Opel Kapitein van 55 zet, dan zie je pas wat een... Het was zo revolutionair, dat heb ik ook al gezegd, volgens mij. Kijk, Citroën is altijd zo revolutionair geweest dat de rest eigenlijk... De afstand tot de rest was zo groot dat de rest niet onmiddellijk besloten heeft te volgen. Omdat ze het niet konden waarschijnlijk. Nou nee, omdat ze... Dat moet je niet vergeten. Autokopers zijn ontzettend conservatieve mensen. Autojournalisten zijn ontzettend conservatieve. Wat hebben we bij al die modellen... Nee, niet allemaal die we besproken hebben. Zeiden de autojournalisten, dit is niks, waardeloos. Ik herinner me ook met die Tesla. Wat een kinderachtig gedoe, zeker om de dolfijnen te redden. Hou nou toch op met die onzin, elektrische. En je ziet. Ja. Nee, de autojournalistiek, omdat de autojournalistiek is heel, kan heel goed verklaard worden. Autobladen worden gelezen door auto-enthousiasten. En dat zijn natuurlijk heel vaak mannen, zelden vrouwen. En die hebben veel meer met dat goede wegligging en een beetje lekker hard rijden, ze zelf schakelen. Autojournalisten hebben een takkenhekel aan die continu variabele transmissie, want die maakt geen goed geluid. Je moet denken, rang, dat is het, dat wil je horen. Hè? Dat is het. Dus het autojournalistiek die wordt veel te veel bepaald door het ideaal van sportief rijden. Het gaat helemaal niet natuurlijk om sportief rijden. De meeste mensen rijden, goddank, niet sportief. Wat je aan sportieve rijders op de weg ziet, is krankzinnig. Hè? Ja, soms zie je van die lui dat je denkt, hoe is het mogelijk dat er in Nederland per jaar maar ruim 600 mensen doodgereden worden. Dat zou eigenlijk wel... dat werkt. Dus en daardoor is die gerichtheid van die autobladen, die is gericht op het sportieve aspect van auto's. Maar auto's zijn gewoon vervoermiddelen. Ik heb het al eerder gezegd, een auto is een ijskast op vier wielen. Dan zit een motortje in en dat moet allemaal goed functioneren en zo. En ja, ik begrijp het wel, het verlangen naar sportief rijden, dat begrijp ik best. Maar onder normale omstandigheden is dat niet relevant. Nee. Even kijken, we hadden nog iets, er was nog iemand die zei iets over de kubelwagen. Even kijken wat dat voor bericht was. Dan hebben we nou ook even alle berichtjes die nog over de auto's gaan hebben bij elkaar. Nou, eerst maar eens eventjes. Ja, de kubelwagen wordt door Maarten onterecht de Duitse Jeep genoemd. Dit was en is echter geen Jeep, het is een verkenningsvoertuig. Ja, militaire deskundigen hebben altijd iets te zeiken. Jacco van Snippenberg is dit. Ja. Fijn, Jacco, dat ik dat ook weer weet. Het is een verkenningsvoertuig. Dat was de Jeep ook, Jacco. In de late jaren 30 waren er verschillende landen en fabrikanten onafhankelijk van elkaar, al dan niet op basis van 4x4 technologie, bezig met de ontwikkeling van een licht wendbaar en terreinvaardig verkenningsvoertuig. Ja. Dat zegt hij er nog bij. Precies. Enkele voorbeelden zijn de Nederlandse DAF MC-139 en dan noemt hij ook nog de Russische GAS-64. Ziet de bijgesloten afbeeldingen. Oké. En de naam Jeep is pas in de latere oorlogsjaren gemeengoed geworden. Dat zegt hij erbij. Oké. Okay. Dat ook gehad? Is volgens mij ook niet zo. Lees een boek over de Jeep. Even kijken. Ik vind de autoserie zeer de moeite waard, zegt Bart van Aalst. Nu heeft Maarten rond de Theevoort al wat gezegd over de ontwikkelingen die de komst en de verspreiding van de automobiel teweeg heeft gebracht. Zoals de ontwikkeling van de interstates en het highway system in de USA. En nu komt de vraag, wat voor soort maatschappelijke ontwikkelingen zijn er op dat gebied in Europa gebeurd? Ik kan me voorstellen dat het toerisme hiervan een voorbeeld is. Maar misschien zijn er nog andere voorbeelden, zegt Bart. Nou, wij zijn in Europa natuurlijk ook voorzien van een vierbaans wegennet.
het uitvinding van de autostrada, om het maar even zo te noemen. Ja, ik gebruik prachtig. Dat woord met opzet. Dat is in Italië gebeurd. Daar waren de eerste ideeën dat je dus iets moest maken waarop die auto's min of meer ongestoord zo rond de 100 zouden kunnen rijden. Dat was het ideaal, het aanvankelijke ideaal. Is dat nog een linkje met de Romeinse tijd? Nee, dat lijkt me niet. Niet dat ik weet dat ze even omdat de Romeinen ook zo'n wegennet hadden. Nee, niet dat ik weet. Want nu waren dat toch wel heel ander soort van wegen, kan ik je verzekeren, dan de autostraden. Nou goed, toen zijn ze in Duitsland die autobanen gaan bouwen. Omdat dat had te maken natuurlijk met het idee van Hitler dat iedereen een autootje moest hebben op den duur. Wat ook gebeurd is, maar alleen na zijn tijd. Maar hij heeft daar wel een wezenlijke bijdrage aan geleverd natuurlijk. Iedereen een autootje. En eigenlijk hebben we voortdurend op elk moment hebben we achter de ontwikkelingen aangelopen. En het klassieke voorbeeld daarvan is ons verkeersknooppunt Oude Rijn. Dat was oorspronkelijk een gewone rotonde, een beetje grote rotonde, er waren ook geen stoplichten of zo. En daar deed zich, dat kun je wel een beetje voorstellen, want het zijn natuurlijk twee hoofdaders in Nederland die elkaar kruisen midden in het land. Hier een ietsje verderop. Daar ontstonden, ik geloof de eerste file ooit in een Oude Rijn ontstonden en zo kwamen er stoplichten. Maar je begrijpt, dat ging een paar jaar goed met die stoplichten en toen liep de zaak weer compleet vast. Dus toen kregen we een brug, twee bruggen en zo. Nog een betrekkelijk primitief systeem. Je begrijpt, dat ging een paar jaar goed en weer liep de zaak vast. Elke 10 jaar moest de Oude Rijn ingrijpend vernieuwd en veranderd worden. En vergroot natuurlijk. Die boeren zijn allemaal schatrijk geworden die daar in de buurt woonden of die daar al die grond in de buurt hadden. En nu is het een heel erg complex systeem. Ik geloof dat heet een turbinekruispunt, als ik het wel heb. Waarbij het zo georganiseerd is dat je nooit ergens opstoppingen krijgt. Dat die er toch zijn, dat is nou weer wat anders. Maar ik denk ook dat wel het weer ingrijpend veranderen, dat er niet aan zit te komen. Omdat het onder normale omstandigheden vrij redelijk functioneert. Maar ja, daar kun je het aan zien. En we hebben natuurlijk ook niet begrepen dat we hebben eerst aanvankelijk gepopt. Kijk, al onze steden waren niet gebouwd met de auto als uitgangspunt. Maar de fiets, misschien een koets met een paard ervoor. Maar eigenlijk ook wandelaars, mensen met kruiwagens. Toen kwam die auto die totaal andere eisen stelt aan de stedelijke structuur. En aanvankelijk hebben we gedacht, ja, we moeten die steden gewoon aanpassen aan de auto. Dat kan niet anders, de auto heeft de toekomst, iedereen krijgt een autootje. En toen hebben we enorme ravages aangericht in onze oude steden, werkelijk verschrikkelijk. Tot ergens in de loop van de jaren 70 ons begonnen te realiseren, dat kunnen we beter niet doen. Want die oude steden, dat is eigenlijk in allerlei opzichten, zijn dat heel aantrekkelijke locaties. En we moeten ze niet aanpassen aan de auto, we moeten ze autovrij maken. En successievelijk zijn steeds meer oude stadscentra, zijn grotendeels autovrij geworden. Godzijdank, want anders hadden we helemaal de hele tent af moeten breken natuurlijk. Dus dat hele idee van aanpassing is onzin. Maar ze hebben in zoverre natuurlijk, ze hebben we aangepast dat laten we zeggen, rond de grote steden is suburbia, zoals dat, hè, hoe zou je zeggen? Agglomeraties. Ja, agglomeraties, buitenwijken. Het is zelfs meer dan buitenwijken, hè. Neem Utrecht, dat is omringd door een hele kring van betrekkelijk kleine steden, kun je het nauwelijks noemen. Slaapsteden zou je het eventueel kunnen noemen. En dat ligt aan het feit dat die mensen die daar wonen wel vaak in Utrecht werken, maar dan die wonen ze iets buiten de stad. En in Amerika is nou ja, het suburban landscape, tegenwoordig heb je zelfs exurbia. Dus de auto heeft ook de manier waarop we steden bouwen en de manier waarop steden in het landschap geplaatst worden en de manier waarop nieuwe steden gerelateerd zijn aan de oude centra, dat is door de auto volledig en totaal veranderd. Mijn indruk is dat het eind van de auto wel in die zal niet verdwijnen. Daar kunnen we zo ook nog iets over zeggen, in zicht is, maar dat bijvoorbeeld in een stad is het weinig zinvol om een auto erop na te houden. Dit is nou een ontzettend handige studioruimte, dat autootje van jou, maar in Utrecht zelf, het heeft volkomen zinloos om als je naar Bijleveld de boekhandel gaat, om dan met de auto heen te rijden en dan eindeloos te zoeken op het Janskerk of je er nog tussen kan.
Nee, dat is onze oudere stadscentra, daar heb je niet veel aan een auto. In Amsterdam heb je helemaal niks aan een auto, want je kunt er maar mee rijden, maar je kunt hem nergens kwijt. Dus dat is wel een probleem. En ik denk dat we op moeten houden met het idee dat je zelf een auto hebt. Dat is mijn auto. He, dat je ook de deur uitkomt zorgens en dan zeg ik van, hij moet dus lekker gepoetst worden. He, dat hij echt knalt van een glanzende, prachtige auto heb ik toch eigenlijk. Dus dat je misschien deelauto's, de elektrische auto maakt, is ook misschien rationaliserend, dat weet ik niet precies. Maar ik denk wel dat we een soort eindpunt bereikt hebben. Het is wel zo, dacht ik laatst. Dat als je ouder wordt, en heel veel ouderen natuurlijk, die zijn niet op zichzelf niet invalide, maar die bewegen moeilijk. Dan je leest al die praatjes in de krant, dat je natuurlijk in verband met het redden van de planeet, dat het zaak is dat we allemaal met het OV gaan. Voor 75 plus, als die moeilijk ter been zijn, is het OV een ramp, kan ik je voor verzekeren. Ja, als je in de bus stapt en dan loopt de bejaarde, die loopt naar achteren. De chauffeur geeft lekker gas. Je vliegt daar als een invalide kogel, vlieg je door die bus heen. Je moet van hopen aan een van die stangen gaan hangen om niet gewoon op je bek te vallen. Dan kom je uiteindelijk na een lange, lange rit op het station. Dan moet je zo'n roltrap op en af. Kijk, voor iemand van 21, die kan zich helemaal niet voorstellen dat voor iemand die slecht ter been is, de opstap op de roltrap en de afstap van de roltrap, dat een probleem kan zijn. En dan moet je bovendien nu dan 800 meter lopen naar spoor 1. Inchecken. Dus, ja. Oh ja, je moet nog inchecken, dat ook. He, van, oh, ja. Dat is punt. Dan is er een tweede punt, en dat wil ik toch ook gaande maken. Zolang het OV niet optimaal functioneert, en het is vrijwel onmogelijk om dat te laten gebeuren, betekent het dat je, als je ergens in Nederland heen gaat, wat je bestemming ook is, het is met de auto altijd twee keer zo snel. Daar kun je absoluut vergif op innemen. Zelfs met de files erbij, je bent altijd twee keer zo snel met een auto. Laat staan als je naar plekken gaat waar je auto moeiteloos kan parkeren. Ja. Bovendien is bij het OV het grootste probleem de last mile. Hè? Dus dat, zeg maar, als je die bus uitstapt en je hebt een afspraak ergens, dan zul je altijd nog even moeten lopen. Als je dan bejaard bent, dan ben je niet... Precies. Dus het OV heeft beperkingen. Als je ook ooit met het OV reist, zie je ook dat het voornamelijk gevuld is met jonge mensen. Natuurlijk, die of geen auto hebben, of die geen auto kunnen betalen, of denk het wat. Wanneer ben je de laatste keer met het OV gegaan? Kun je dat nog herinneren? Nou ja, dat is van voor de... Dat zal in de weken voor het begin van de corona feiten. Dus ik ben nu, ik zit... Maar waarom ging je, want je bent helemaal geen fan ervan. Waarom ging je dan toen, want het is niet zo heel lang geleden. Ik ging wel met de bus naar de binnenstad. Dat is wel handig hoor. Ja? Ja, ik weet dat die optrekt, dus je houdt je meteen vast. Hè. Dat weet iedereen toch? In principe ga ik al meteen achter de chauffeur zitten. Nou ja, of iedereen dat weet, je ziet vaak genoeg. Hoe mensen hulpeloos aan zijn stang moeten hangen tot hij weer normaal op snelheid is en dan... Maakt hij weer een bocht, nou ja. En de trein, wanneer was de laatste keer in de trein? Nou, dat moet 2 jaar geleden zijn of meer. Oh, dat is niet zo lang geleden. Omdat ik nog wel eens naar Amsterdam met de trein ging. Ja. Dus ja, omdat Amsterdam je dwingt met de trein te komen. Dat je met je auto kun je geen kant op. Ja. En tegenwoordig ga ik gewoon met een taxi. Ja, dat is allemaal luxe, dat begrijp ik ook wel, maar dat doe ik gewoon. Ik moest vorige week... Daarom ga ik ook zo weinig mogelijk naar Amsterdam. Ja. Het kaartje was verlopen, die OV-kaart. Ik dacht ook, ik heb het nog wel. Moest vorige week onverwacht met de trein. Maar dat ding deed het niet meer, dus dan kun je niks, hè? Dan moet je dus ergens een nieuwe OV-kaart regelen. Ja, waarschijnlijk hebben ze ook helemaal geen kaartjes verkoop meer. Ja, dat doen ze wel nog. Oh. Ja. Nou, ik moet zeggen, voor de oudere passagier is het OV geen genoegen. Dat is het probleem eigenlijk. Ja. Want dan, ik kan me herinneren, een van de allerlaatste keren dat ik samen met mijn echtgenote naar Amsterdam ging met de trein, we hadden het even over gehad. Laten we met de trein gaan, nemen we in Amsterdam een taxi en zo. Dat kan toch allemaal best, hoor. Onzin. Hè? Dus ja, wij hartstikke druk. Ja, je gaat op etenstijd, ik denk om 5 uur of zo. We hebben met onze eerste klasse overjaarkaart, hebben we dus fijn volledig opgepropt op zo'n balkon gaan staan. Ja, dat is niet aangenaam. Dan denk je ook, je kunt er pot op met je OV. Hè? Je moest op de trapjes zitten. Ik wil dolgraag de planeet redden, echt waar. Maar ik ga daarvoor niet in mijn leven wagen in het OV. Eerste klas was helemaal vol.
Helemaal vol. Mannen lagen in de bagage net. Het was verschrikkelijk gewoon. Afgeladen vol. Ja, maar die mensen mogen daar toch niet komen? Die hebben toch een tweede klas kaartje? Ja, dat wordt nogal gehandhaafd. Hè? Weet je, hoe vaak ik niet in de eerste klas heb gezeten. Als ik wat later terugkwam van een lezing en dat de hele eerste klas vol zat met schreeuwende jongeren. Hè? Dat je ook geen conducteur te zien kreeg. Die keek wel link uit om met die jongeren in de slag te gaan. Dan ga je uit wanhoop en ergens anders zitten. Jij zei niet van jongens wegwezen. Jullie hebben hier geen recht op om hier te zitten. Ik heb helemaal zin om op mijn bek geslagen te worden. Ik heb helemaal geen vertrouwen in dat type van jongeren. 0,0 kan ik je verzekeren. Nee. Zeker als ze groepsgewijs opereren, dan is dat gewoon de bavianenhorde. Mm. En dan bijten ze gewoon dood. Ik heb de trein een keer gebruikt als transportmiddel. Verhuismiddel. Ik moest een stoel, moest ik van Groningen naar Utrecht krijgen. En die had ik in Groningen op de trein gezet. En dan had ik tegen iemand gezegd, het komt, zo laat komt hij aan op dat spoor. En toen had hij die stoel. Nou ja, dat is zelf prachtig natuurlijk. Van de vier stoelen zijn we één stoel kwijtgeraakt. Ik begrijp niet waarom je niet gewoon een busje gehuurd hebt. Maar dit leek me wel handig. Wel zo simpel. Dit was natuurlijk heel efficiënt. We hebben ooit ons hele hebben en houden verhuisd in één Volkswagenbusje. Kun je je voorstellen. Terwijl nu zouden we toch, nou, ik schat toch wel dat we 300 Volkswagenbusjes nodig zouden hebben om ons weer te verhuizen. Even kijken, doen we nog even een vraag tussendoor, als we er nog eentje hebben. Oh ja, wat vindt u van België? Met de 6 regeringen in één land dat de helft zo groot is als Nederland, vraagt iemand. Ja, ik geloof, voor zover ik weet, wat vind ik van België? Ja, wat vind ik van Rusland? Want dat zijn zinloze vragen natuurlijk. Mensen willen allemaal weten wat je ergens van vindt. Dat is schijnbaar een soort van attractie. Ja, kennelijk ja. Er zijn de Belgische steden die... Ik ben een groot liefhebber van Gent. Meer dan van Antwerpen. Ik vond dat in Brugge stonk. Maar zo kunnen we nog wel even doorgaan. Luik? Luik viel ons ontzettend mee. Ze hebben ook 2 dagen geweest. Mooi station. Voor opnames. Ja, dat is van Calatrava. Of het ook een handig station is, weet ik niet. Maar het is wel een mooi station. Vooral omdat als je er van bovenop kijkt, dan zie je natuurlijk qua die Calatrava is wel erg wild natuurlijk. Maar het is wel een vernieuwende architect. U moet dat even opzoeken op de Wikipedia. Calatrava. Calatrava. Spaanse architect. Echt wonderbare constructies. Het zijn vaak een soort skeletten eigenlijk. Hè? Met een ruggengraat en zo. Ja. Je kunt een oordeel uitspreken over dingen waar je geweest bent of die je gezien hebt. Ja, natuurlijk weet ik dat België natuurlijk bestuurlijk een rotzooitje is en een wonderbaarlijke constructie. Want we moeten natuurlijk bijzeggen van hij zet al die regeringen. Ja, er zijn natuurlijk 2 serieus. Er is een landelijke regering. Er zijn 2 lokale regeringen, Vlaanderen en Wallonië. Dat Duits sprekende gebied, dat stelt natuurlijk geen bal voor. Ik zou ook zeggen, geef dat terug aan die Duitsers, wat wij ook gedaan hebben. Het was natuurlijk een idee, man. Er moet een wraak genomen worden. We willen een stukje Duitsland. Dat is natuurlijk na de Tweede Wereldoorlog waren er ook in Nederland vrij omvangrijke annexatie-ideeën. Godzijdank is het daar niet van gekomen. En wat we tenslotte gekregen hebben, hebben we weer teruggegeven. We hebben overigens de Duitsers daar ook nog flink voor betaald. Hè? Dat was met het bekende... Heb ik dat nooit verteld? Nee. Ja, dat was Hoge Elten. En ja, dat was natuurlijk bekend dat Hoge Elten op een bepaald moment over zou gaan van Nederland naar Duitsland. Dus in die tijd, lang voor de EU bestond, ja dames en heren, dit is echt uit de oude doos. Maar ik zal u eens iets wat gek vertellen. Er werd op grote schaal boter gesmokkeld in Europa. Onder andere van Nederland. Maar Nederland was de boter van goede kwaliteit en niet duur. Idem dito in België bijvoorbeeld. Daar werd, je hebt ook wel films gehad die over die smokkelaars gemaakt zijn. Die dan in Brabant s'nachts op 180 km per uur over de boswegen raasden. Met een flinke lading boter aan boord. Om die dan tegen kapitale prijs in België aan de man te brengen. En datzelfde gold voor Duitsland. Ook daar bij ons was de boter goedkoper en beter dan die in Duitsland was. Dus een aantal boterhandelaars had het gouden idee gehad.
We zetten dat hele gehoge elte vol met reusachtige vrachtauto's vol met boter. Want op met middernacht wordt elte ineens Duitsland. Dus ja, ineens staan onze vrachtauto's met boter in Duitsland. Dus het is geen smokkel, het is gewoon ja, wijziging van de grens. Ik geloof dat ze er tenslotte niet meer weg zijn gekomen. Maar ik vond het wel een creatief idee. Ik had ook in eerste instantie, had ik als overheid ook gedacht, oké, jongens, een leuk idee, dat gaan we doen. Maar om nog even op die EU terug te komen, ik heb een jaar in Duitsland gewoond, in een onderzoeksinstituut. En onze belangrijkste functie daar, van mijn echtgenoot en mij, was het meebrengen van Nederlandse koffie. Want de Nederlandse koffie was van zeer goede kwaliteit en niet duur, of althans veel goedkoper dan die in Duitsland was. Filterkoffie. Ja, gewoon een traditionele, ja tegenwoordig hebben we allemaal apparatuur en rommel, maar goed, dit was doodgewoon een Melitta filter. Of geschikt voor het Melitta-proces, laten we het maar zo zeggen. En dus wij brachten elke twee weken of zo een fijne lading koffie mee. Iedereen had veel belangstelling voor onze koffie. En die was van veel betere kwaliteit. En dit zijn allemaal dingen die door de EU verdwenen zijn. En nu ik het zo vertel, jij zit ook te kijken van nou, dit is dit voor flauwekul, wat een onzin. Nee, dat is nou de EU. He, dat ze daar net zulke goede koffie hebben voor relatief precies dezelfde prijzen als wij. Ja. Boter idem dito. Mm. En dan, ik moet zeggen, in Duitsland, als je daar die supermarkt bij ons om de hoek zet, dan hadden ze toch een afdeling worsten, dat je echt denkt, hoe is dit mogelijk? En ik heb nog nooit in mijn leven zoveel worsten bij elkaar gezien. Of dat nou de hertie was, of kauwvoof, ik ben vergeten wat het was, maar... En ook haring, dat was een groot probleem in Duitsland. Er was een viswinkel bij ons aan de overkant. En die verkocht ook wel, dat noemden ze een Noordzeeharing. Maar het was altijd een rolmops, allemaal bewerkt en natuurlijk qua smaak verpest. Ja. Je hebt nu, het is geen smokkel meer, maar je hebt nu in de grensregels natuurlijk ook dat mensen in Duitsland de boodschappen gaan doen of gaan tanken. Ja, ja, maar dat is waar natuurlijk. Ja. Ik ben ook voor harmonisatie. Ik vind het idioot dat de benzineprijzen zo gevarieerd zijn. En je weet eigenlijk dat je kunt ook naar Luxemburg rijden, want daar kost de benzine, ik wil niet zeggen dat je hem cadeau krijgt, maar het scheelt niet zo verschrikkelijk veel. Dat moet geharmoniseerd worden, dat niet zo is. Dat geldt ook voor autoprijzen. Dat elk Europees land zijn eigen poppenkast heeft als het om autoprijzen gaat en belasting, fiscale druk, dat vind ik ook volstrekte onzin. Ja. Bovendien zou Europa zich ongekend populair maken in een land als Nederland, waar auto's natuurlijk exorbitant duur zijn door de wonderlijke fiscale regels die wij hanteren. Mm. Waarom rijden alle Duitsers in auto's die 30% duurder zijn dan onze? Omdat de autoprijzen daar natuurlijk een stuk lager zijn. En ja, kort dat ik dat ook weer weet. Het is een verkenningsvoertuig. Lees een boek over de Jeep.